Dat is een mannenopmerking, jongen. Ja, dat vind ik. Yo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe aflevering van Tante Sof Temptation. Ik ben hier met twee heuse verleiders, namelijk met Jamia en met Stewie. Guys, hoe is het Temptation Island avontuur voor jullie tot nu toe? Ja, voor mij is het een mooi avontuur. Ik heb er echt genoten. Ja, ben je nou nog steeds zo bruin van Temptation? Nee. Ik pak af en toe wel een zonnebankje. Ja. Aha, je speelt een beetje vals. Okay. Ja, tuurlijk. Maar het gaat goed. Leuk. En, ja? Ja, het begint nou een beetje... nou begint het warm te draaien, vind ik, in wordt de serie. Wordt het spannender voor jou in de loop der... Het wordt zeker spannender, ja. Oké. En hoe is het met jou? Ja, ik vind het ook erg spannend. Ik verheug me echt op elke episode. Ja, ik al kijk heel je er lachend naar terug? Ja, lachend. Ik moet wel toegeven, soms denk ik wel van, had wel, hè? Ja, maar aan de andere ik kant, vond het wel heel leuk. Nu wordt alles gefilmd. Stel, je bent een avondje uit, doe je ook wel eens gek. En dan heb je het geluk dat het niet op tv komt. Precies. Maar ik moet altijd wel heel erg om je lachen. Je gaat gewoon met gestrekt benen in. Dan hang je weer met je blote kont in een boom. Dan hang je weer met je blote kont op Thomas. Ik heb nog nooit een verleider gezien die gewoon gaat, weet je wel? Ja, ik sta ook achter elke actie die ik heb gemaakt. Maar weet je, ik ben ook best wel het dagelijks. Ben ik ook wel zo, op blote kont. En dat maakt me allemaal niet van. Nee, maar dat is het. Kijk, als je gewoon weet dat je jezelf bent, is het heel anders dan, als je weet dat je gewoon... Ik ben wel echt mezelf geweest, dat kan ik al 100% zeggen. Nee, jullie zijn natuurlijk zo jezelf en dat zorgt er ook wel voor dat jullie ook wel echt als een echte verleiding worden gezien voor... en voor Pommelien en voor Thomas natuurlijk. Hoe vonden jullie dat jullie er eigenlijk allebei wel uitsprongen? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk fijn om gekozen te worden. Want is voor je ego ook wel fijn. Als je daar tussen 14 verleiders staat, dan... Is natuurlijk best wel. Je bent met heel veel mensen die allemaal hetzelfde doel hebben. Ja. En als je dan naar huis mag, dan ben je er wel ziek van, toch? Ja. En hoe was dat voor jou? In het begin vond ik het lastig, want ik had niet echt het gevoel dat ik gelijk binnen de groep viel van de mannen. Dus het was wel spannend. Maar ja, toen ik uiteindelijk kreeg, had ik wel zoiets van... ja. Dat is toch wel leuk. Goed gedaan. Hey, zullen wij gewoon beginnen met de allereerste vraag? Hey Tante Sof, ik ben bezig met een jongen uit het dorp en hij is 23 en ik ben pas 16. We willen het nog niet openbaar maken, want we zijn bang voor de reacties. Wat vind jij en wat zou jij doen? 16 en 23. Ik vind dat wel echt een veel te grote leeftijdsverschil, omdat zij... Kijk, als je bijvoorbeeld 20 en 25 hebt of 26, is een heel iets anders dan 16 en 23. Je zit een hele andere levensfase. De een gaat naar school en de andere zit aan het werk. Ik vind dat geen... Nee. Maar heb je nooit een oud vriendje gehad toen je wat jonger was? Niet met zo'n grote leeftijdsverschil. Oh ja. Ik zou het persoonlijk niet doen. Maar het is wel raar, want als je ouder bent... En het verschil is dan ook zo groot, dan kan het wel. Ja, dat is het, inderdaad. Ik verschil 10 jaar met mijn vriend. Ja, daarom maar het kan ik wel. Ben natuurlijk iets ouder dan dat zij is. Ja, en je state of mind is gewoon heel anders als je 16 bent en de ander 23. Ja. Het is wel lastig, omdat je natuurlijk, als je zo jong bent, dan denk je... Oh, die jongen is oud en hij vindt mij leuk en dit en dat. Ik denk dat het gewoon misschien belangrijk is om sowieso wel heel goed na te denken van... Ja, is hij het echt voor mij? En anders misschien toch even in het geheim proberen. En als het dan echt niet meer uit de weg te slaan is, dan kan je het wel gewoon zeggen. Ja, of misschien gewoon even eerst even wat wijzer worden, meer dingen. Ja, gewoon even 10 jaar wachten en dan nog een keer opbellen. Kom ik denk weer dat je dat moet terug. Doen. Wacht even 10 jaar en bel hem dan nog een keer op. En hopelijk werkt het dan. Hoi Tante Sof, er zijn een tijdje geleden naaktfoto's van mij rondgegaan op school. Ik word er nog steeds om gepest. Hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen dit vergeet? Oh my god, we hebben dat ook bij ons op school best wel vaak gehad. Dat er dan een naaktfoto rondging. En dat het gewoon echt, echt heel zuur was voor dat meisje. Ja, weet je wat ik denk? Ik weet niet hoe oud het meisje is. Het is sowieso in middelbare school. Ja, het is sowieso veel als er naaktfoto's rondgaan. Maar het beste advies wat ik zou kunnen geven... Kijk, je naaktfoto's zijn al erbuiten. Own it. Ja, own it. Laat je niet pesten. Weet je, van mijn part ga je er zelf mee rondlopen. Iedereen heeft het toch al gezien. Nee, dat is misschien een beetje overdreven. Nee, maar ik snap wel wat jij bedoelt. Je moet jezelf niet verstoppen. Nee, je mag je niet laten pesten. Het zijn jouw naaktfoto's, het is jouw lichaam.
En het is super zuur dat iemand dat heeft doorgestuurd. En jij bent niet degene die fout zit, dat is degene die het heeft doorgestuurd, dat sowieso. Ik vind als ze er eigenlijk gaat verstoppen in dit, dan gaan ze er harder pesten. Ja. Dus ik denk juist beter vooruit komen. En, ja, we maken er een grap van. Zeg, nou, ik vond zelf best dat ik er leuk uitzag, weet je wel. Ja. Het is ook zo apart, want ik had het daar laatst over met een vriendinnetje van mij. Nu, stel, er komen naaktfoto's van iemand uit. Niemand kijkt daar meer naar om. Iedereen denkt, iedereen heeft al een keer een pikant fotootje gestuurd. Bij 9 van de 10 keer komt het niet uit. En als je ongeluk hebt, dan wel. Ja, ik denk op de lagere school is het wel wat heftig. Inderdaad, misschien van onze leeftijd hebben we, als het een keer lekt, dan heb je precies van, vooral kijk waar we aan mee hebben gedaan. Maar. Ja. Je hebt wel meer respect, denk ik. Hoe ouder je bent, je gaat dan niet meer zomaar doorsturen. Precies. Volgende keer een beetje oppassen met je hoofd erop, misschien. Ja. Maar vergeet ook niet dat het iets is wat heel veel mensen doen en dat je je gewoon niet gek moet laten maken door andere mensen die daar een oordeel over hebben. En praat erover. Ja. Eens. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Jij bent natuurlijk ook best wel vaak bloot in Temptation te zien. Nee. Maar hoe is dat dan voor jou? Want jij bent natuurlijk een stuk ouder, maar krijg je daar vervelende reacties op? Ik heb eigenlijk tot zover niet heel vervelende reacties gekregen. Nee? Dat valt wel mee. Ik heb, denk 2 weken geleden heb ik wel... Volgens mij mijn eerste dan haatreactie of zo. Oh. Dat mag noemen. Ja, ik weet niet of je het zo mag noemen. En daar was ik wel een klein beetje van ontdaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet meer wat het was. Dus zoveel heeft me niet gedaan. Ja, maar ik lag er wel even wakker van. Maar aan de andere kant, het is gewoon wie ik ben. En ik ben paaldanseres. Ik sta met tepelplakkers voor duizenden mensen te dansen op de grootste festivals. Ja. En ik zeg altijd... ik heb het gekocht, mag gezien worden. Yeah. Dat was er niet van. Ja, maar if dus, you got it, plan it. Ja, yeah. Nou goed. Ik denk dat wat Jamia zegt gewoon goed advies is. Own it. Weet je? Laat je niet gek maken door wat andere mensen ervan zeggen. Jij hebt op dat moment de keuze gemaakt om die foto te sturen. Daar voelde je je toch goed bij. Voel je dan alsnog gewoon... Ja, dat zou ik ook zeggen. En die jongen die moet je wel echt even... Ja. Billenkoek geven. Even billenkoek geven. Zet die maar in zijn blote reet op Snapchat. Ja, even terugpakken, dat is een goed idee. Hey tante Sof, ik heb een hechte band met mijn beste vriendin. Ik zie haar wekelijks, maar we zijn meer dan vrienden en zeer close met elkaar. Ik heb gevoelens voor haar, alleen ik wil het niet zeggen, want ik vind onze vriendschap veel belangrijker. Maar aan de andere kant zou ik graag een toekomst met haar willen. Wat zou ik kunnen doen? Oké, dus je bent verliefd op je beste vriendin. Ja, ik zou eerlijk zijn. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat ik een beste vriend had waar ik verliefd op was. Ik kan hier echt niet echt per se advies uit eigen ervaring opgeven, maar je hoort dat wel vaker, toch? Dat je dan op de middelbare school ben je helemaal vrienden en dan eigenlijk verliefd op een jongen of meisje. Ja, ik ben zo, als ik ergens mee zit, praat krijg ik meteen over. Ja? Ik vind niks om in mijn hoofd van alles op te kroppen. Nee. Mm-hmm. Dus ja. Maar wat brengt dat jou dan als je er gelijk over praat? Vaak goede dingen of merk je dat je soms ook of wel goed of slecht, maar het is wel uit jouw hoofd. Zo denk ik erover. Ja, dat lucht wel op dan. Dat lucht heel erg op, ja. Stel je bent echt oud en getrouwd en je hebt kinderen of geen kinderen of weet ik het allemaal. En in één keer denk je, had ik maar toen verteld tegen haar dat ik verliefd op haar was. Ja. Ja. Dat zeggen ze altijd toch? Je kan beter spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan dan dingen die je niet hebt gedaan. Klopt. Better oops than a what if. Ja, precies. Inderdaad. Mijn levensmotto. Ik denk dat dat een hele goeie is. Better oops than a what if. Dat is Engels voor beter oeps dan... wat als? Ja. Yo, tot de show. Mijn lieve vriend is Marokkaans en ik ben half Nederlands-Canadees. Zijn ouders vinden het maar niks dat we iets hebben en haten me zonder dat ze me kennen. Mijn vriend gaat soms door een hel thuis vanwege onze relatie. Wat moet ik hiermee doen? Dat is wel echt lastig. Ja, ik denk dat het ook wel vaker voorkomt, dit. Dat er veel dat mensen van bepaalde culturen misschien toch liever hebben dat... Ja. Dat... Ik denk dat die ouders misschien best wel ouderwets zijn. Dus meestal met Marokkaanse ouders zijn wat ouderwetser daarin en die willen inderdaad dat... Traditioneler, precies. Precies. En ik vind advies geven hierop wel moeilijk. Moeilijk? We weten het zelf ook niet. Nee, ze staan, de ouders van staan gelijk wel meestal gewoon op hun standpunt. En ze willen zich niet daarin een andere mening over vormen. Wat je misschien zou kunnen proberen is gewoon een keer vragen of je het gesprek met die ouders... Maar dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Dan moet je ook wel echt... Hallo, mag ik even de aandacht? Pak de show. Ja, die kat is een superster. Het is natuurlijk ook wel spannend om het gesprek aan te vragen met die ouders. Je zou wel op zijn minst jouw deel kunnen doen om te laten zien dat jij goed bent voor de jongen. En als zij dat dan echt niet willen, dan moet je jezelf daar ook een beetje tegen beschermen. En jezelf daar ook niet door laten kwetsen, omdat...
als zij op hun standpunt staan, is dat ook wel lastig om je daar nog... Dat wel, maar als je uiteindelijk... als ze uiteindelijk wel echt voor elkaar gemaakt zijn, denken ze, dan komen ze misschien wel doorheen uiteindelijk. Ja, dus ja, en ik denk ook als je uiteindelijk, ik weet niet hoe oud ze zijn, maar ze gaan samenwonen of zo, dan... Dan moeten ze wel. Dan moeten ze het wel gaan accepteren, of ze zijn daar de kind kwijt. Ik zou gewoon proberen te laten zien dat jij in ieder geval gewoon een leuke meid bent. Ja, voor de rest meer kan je ook niet echt doen. Nee. En in ieder geval niet alles uit de kast trekken om ze over te halen. Want als mensen iets in hun hoofd hebben, dan kan je daar meestal ook niet zoveel aan doen. Nee. Niet daarvan stapelen. Ja. Dag mezelf. Mijn vriendin wil graag zwanger worden en daarom ben ik bang dat ze stiekem de pil niet slikt. Hoe kan ik hier achter komen? Zo, een zwangerschapstest onder de poes houden als het plas is. Zo, als ze 's ochtends op de wc zit, dan ren je er naartoe en dan schuif je hem er zo onder. Of gewoon een avondje gaan drinken, dan weet je meteen als ze drinkt... Ja, dan is ze niet zwanger, toch? Nou, dat werkt misschien iets. Ja. Als je als jongen gewoon zegt, nou ja, jij wilt stiekem zwanger worden, dan gaan we gewoon of geen seks hebben of seks hebben met condoom. Ja. Je vertrouwt haar blijkbaar niet. Dat is een mannenopmerking, jongen. Ja, dat vind ik echt, Maar hoezo, je stopt er toch geen schuimrubber, weet ik? Zo'n dop op? Nee, ja, maar het is toch een ander gevoel. Goed, ik zou het niet weten. Ik heb geen piemol. Ik zou gewoon voor de extra protectie gaan. Ja, wat je zelf in ieder geval kan doen als je echt niet wil dat ze zwanger wordt, de enige optie, is gewoon te zorgen dat er geen zaadje bij haar binnenkomt. Dus dan moet je er een condoompiel mee doen. Ballonnen kopen. Hé, een vraagje. Shanna, die is natuurlijk deze aflevering naar huis gegaan omdat ze zwanger is. Vlak voordat Quinten en ik hierheen zijn gegaan, zijn we erachter gekomen dat ik zwanger ben. En we hebben best wel getwijfeld, maar uiteindelijk toch besloten om te gaan. Maar ik ga toch liever naar huis, omdat ik gewoon heel graag vooral voor mij en de kleine wil zorgen. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, dat is best wel heftig. Ja, heel heftig. Ze is wel gekomen, ondanks dat ze natuurlijk wist dat ze zwanger was. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind het onverantwoord sowieso. Ja, want ze heeft wel ook gedronken en gedaan. Nou, echt gedronken heeft ze niet, want ik heb alles in de gaten gehouden. Ik was een beetje betrokken in het complot. En, je wist het ook al van tevoren? Nee, want na 2 dagen vertelde Shanna dit. En ze vertrouwde mij gewoon. En ik heb in alle afleveringen, heel de week heb ik gewoon opgelet dat ze niet dronk, niet rookte. En ik ging haar drinken de hele tijd halen. Dus was het geen wodka Fanta, maar Fanta. Ach ja, dus ja, en je ziet cocktails, maar misschien is het net zo goed een mocktail. Nee. Dat had ze zelf ook al gezegd, toch inderdaad? Ja, ook. Dat ze volgens mij ook ergens ook gezegd. Ja. Ja. Maar ik heb er wel echt goed op gelet, want ik vind het wel een dingetje. Ik was ook echt verschoten ervan. Dus. Ja, en wat vond je er dan van dat ze alsnog die relatietest aangingen? Ja, ja. Kijk, ja, ik zou het niet hebben gedaan. Nee. Iedereen heeft zijn eigen mening erover, maar het is een goede vriendin van mij, dus... Je zou er niks... Ja, ik zou er zelf, als ik een vriendin had die zwanger, dan ga ik daar niet naartoe in ieder geval. En jij hebt natuurlijk eigenlijk vanaf de andere kant meegemaakt met Quinten. Hoe was dat? Ik vond het best wel heftig, want het was nieuws wat eigenlijk natuurlijk nooit niet verwacht zou worden op Temptation Island. Tuurlijk. Maar jullie kwamen het niet zo snel naar boven, zeker? Nee, het was, we hebben echt urenlang moeten wachten voordat we eindelijk hoorden. Informatie kregen over de hele situatie. Maar ja, ik vond het sowieso, ik zou het zelf ook nooit gedaan hebben, ik vond het ook een beetje onverantwoord. Maar ik moet wel zeggen, de reacties die binnenstromen over ze hebben gerookt, dat vind ik wel een beetje bullshit. Want, en je ziet haar wel roken, maar kijk, als je niet bekend bent en je doet niet meer een tv-programma, er zijn genoeg vrouwen die gewoon roken tijdens zwangerschap. Ja, dus precies. Dat vind ik gewoon een beetje bullshit. Iedere vrouw moet gewoon lekker doen met roken wat hij wil. En ja, als zij dat wil doen, dan moet ze dat doen. En hoe Quinten zich gedragen heeft op Temptation, vond je dat niet... een beetje heftig als je wist dat hij wist dat er nou, nog... Ik vond het op zich al best wel te ver gaan. Terwijl als je vriendin niet zwanger zou zijn, laat staan dat je vriendin wel zwanger is. Dan zou je toch wel een besefmomentje moeten hebben van... Nou, misschien moet ik gewoon even rustig aandoen. Ja. Ik zie Quinten echt wakker worden als Mitch gewoon af en toe aan de bike zit. Dan zie ik hem echt een beetje flippen en daar zie ik mezelf ook wel in. Dan zou ik ook wel...
Ja, als dat mijn vrouwtje is. En, ach, oh, op die fiets. Tuurlijk, dan denk dat je van, zag jij op tv dat hij ja, daar. Ja, dat zie ik nou in de aflevering. En je ziet wel dat Quinten daar echt wat doet. Ja. Ja. En sindsdien gaat het ook volgens mij. Goed met ze. Niet zo goed. Wat? Ze gaan toch naar huis, dus dan. Oh, tuurlijk, ja. Dus het is ook wel goed dat ze. Misschien zijn ze op het hoogtepunt gestopt, ja, zeg maar. Beter wel, ja, denk ik, ja. Want anders ging het misschien wel fout. Ik hoop dat ze er goed uitkomen samen. Ja, maar volgens mij zijn ze nog gelukkig samen. Dat waren de vragen voor nu. We zijn nu aangekomen bij het segment Spill the Tea. En daarvoor heb ik eerst een cadeautje voor jullie. Oh! Namelijk een Tante Zoof boek! Dankjewel! Alsjeblieft! En het is een speciale Tante Zoof Temptation Edition. Is echt leuk! Dat is mooi. Goed, jullie hebben de aflevering natuurlijk ook kunnen zien gisteren. Het kampvuur was in deze aflevering best wel heftig. Fabrizio die had gezegd, joh, donder al de spullen van Pommelien de deur uit. Die zou er ook wel aangeslagen door zijn geweest natuurlijk. Ik ben nu ondertussen aan het denken hoe ik dat bed uit mijn huis ga krijgen en de sofa moet gaan verkopen, want dat is de helft van haar. Voor de rest... What the fuck? Ik heb geen woord meer te zeggen over haar. Maar hoe dan? Wat heeft hij dan gezien? Ik spreek haar wel op het laatste kampvuur en meer moet er niet gezegd worden. Wat heeft hij gezien? Moet ik even een boekhouder bellen als ik thuis ben? Easy toch? Wat de fuck heb ik fout gedaan? Nee, ze hebben het over privé dingen, dus dan is het wel heftig, denk ik. Ja. Ja. Zocht ze dan veel steun bij jou? Ja, dat wel. Ik was wel echt een... ik was bij Pommelien heel goed. En ze haalde wel bij mij uit. Ook achter de schermen. Ik was wel echt een... Ja, hoe zeg je dat? Ik was wel haar maat daar. Gewoon echt... De maat. De maat, ja. De maat. Ja, ik bedoel gewoon... ze vertrouwde mij en dat was ook wel fijn. Jullie hoorden dat natuurlijk op het andere eiland van de andere kant. Is het dan ook zo dat jullie ook wel echt aan de kant dan van Fabrizio staan? En dan... Snap je dat? Als je dat dan zo om en om hoort? Ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb sowieso nooit aan Fabrizio's kant gestaan. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Dat was niet jouw maat? Nee. Nee, ik heb wel gewoon normaal tegen elkaar daar, maar nee. Alles bij elkaar stond ik altijd aan de kant van Pommelien. Girl power. En je ziet natuurlijk ook dat Quinten helemaal met Letitia gaat. Zijn ze daar aan het doen of niet? Oh, mijn steven. Ja. Gaan we echt een hotel kijken? Ja. Maar ik voel nil. Hm? Ik voel nil. Ik heb niet uitgewerkt. Je voelt het? Ik voel het. Ja, dus. Is dat van hem een soort reactie op Shanna? Of is hij gewoon echt helemaal lost? Jij was erbij. Ik denk op het moment dat ze samen op het strand stonden, Quint en Letitia, dat hij gewoon iemand nodig had om echt uit te huilen. Dat hij gewoon echt ontdaan was. En volgens mij was iedereen op dat moment wel een beetje ontdaan van de heren. En dus ze konden niet echt steun bij elkaar zoeken. En ja, of er ook echt gevoelens zijn geweest tussen hun, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij in ieder geval gewoon veel steun bij haar zocht. Het was in ieder geval een hele turbulente aflevering. Jongens, we zijn alweer bij het einde aangekomen. Okay. Vonden jullie het gezellig? Ja, leuk. Zeker. Ik vond het wel gezellig dat jullie er waren. Ik vind het altijd leuk om naar jullie te kijken. Jullie zijn wel hele... Ja, ik weet niet, ook in het programma komen jullie leuk naar voren. Dat is ook altijd wel weer leuk. Fijn om te horen. Soms lopen de mensen in Temptation rond en dan denk ik, heb ik jou ooit wel eens horen praten? En dat is bij jullie niet zo, dus dat is leuk. Nou, dat vergeet je ook niet meer nou, nee. Willen jullie nog wat zeggen tegen de camera? Iets over jezelf? Hebben jullie nog een DJ-carrière te promoten of iets? Nee, ik wil jou even bedanken. Oh, nou, of course. Ja, tuurlijk. Dat we mochten komen. Ja, tuurlijk. En, vond het echt leuk. Yes. Nou, en als je nog vragen hebt, stuur ze dan naar mandy@spec.nl of laat ze weten in de comments. Als je vragen hebt voor de verleiders, kan je dat ook altijd in de comments stellen. Misschien zien ze het en dan willen ze wel reageren. Hey, en dan zien we jullie natuurlijk weer volgende keer met een nieuwe aflevering van Tante Zoof. En natuurlijk niet te vergeten, elke donderdag nieuwe afleveringen op Videoland. En link hier beneden in de bio. Bye! Bye.